Frans Duits viert een indrukwekkende mijlpaal van meer dan twintig jaar huwelijk met zijn vrouw Marloes, maar zoals bij veel langdurige relaties waren er momenten waarop de stormen het zonnige weer dreigden te overschaduwen. Het geheim van hun standvastigheid: een diepe liefde en open communicatie. In een openhartig gesprek met Story onthult Frans dat de weg naar deze jubileumviering niet altijd geplaveid was met rozenblaadjes. Vooral in de vroege stadia van hun relatie, nog voor de komst van hun kinderen. Ondervonden ze de uitdagingen van het partnerschap. Maar Loes en ik hebben onze deel van obstakels gekend, bekent de zanger. Er waren tijden dat het moeilijk was, vooral in het begin. De spanningen bereikten zelfs het punt waarop een breuk dreigde. Irritaties stapelden zich op. Het feit dat we toch samen bleven, kwam door diepgaande gesprekken en het teruggrijpen naar onze basis, legt hij uit. En wat is die basis? Een diepgewortelde liefde voor elkaar en een voortdurende dialoog die ons bindt. Recentelijk ging Frans een persoonlijke droom achterna en schafte een weelderige Ferrari aan. De zanger straalt als hij over zijn nieuwe aanwinst praat, een Ferrari is natuurlijk iets speciaals. Ik voel me echt als een klein jochie. Echter, zijn vrouw deelt niet dezelfde passie voor luxe auto's. Maar Loes heeft niet zoveel met dit soort voertuigen, bekend Frans. Ze gunt het mij en zegt, als jij dit wilt, moet je het doen. Maar ik zit liever gewoon in mijn eigen auto. Het verhaal van Frans en Marloes illustreert dat zelfs bij de glans van een succesvolle relatie er momenten van twijfel en oneenigheid kunnen zijn. Wat hen echter bij elkaar houdt, is niet alleen de schittering van twintig jaar huwelijk, maar vooral de bereidheid om te luisteren, te begrijpen en onvoorwaardelijk van elkaar te blijven houden.